Hindoestaanse contractarbeiders, een impressie van hun leven tijdens de contracttijd in Suriname 1873-1921, is de titel van de afstudeerthesis van Tanya Sitaram, die vandaag gepresenteerd is. De presentatie is georganiseerd door de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, en vond plaats in het IGSR Staatsoliegebouw op het universiteitscomplex. Sitaram, student van de masteropleiding Geschiedenis, heeft haar afstudeerthesis opgedragen aan haar onlangs overleden vader. Ze heeft voor dit onderwerp gekozen omdat er weinig tot geen aandacht besteed wordt aan de positie, de rol en het leven van vrouwen in het algemeen en hun Hindoestaanse contractarbeiders in het bijzonder. Er zijn nog vele onbekende onderwerpen die belicht moeten worden. En het is de bedoeling om die onderwerpen te beschrijven. Hoe kan het zijn ze minder prettig en minder voorbeeldig? Verder ben ik zelf een Hindoestaanse vrouw. En ik ben nieuwsgierig naar de rol van de Hindoestaanse contractarbeiders tijdens de contractperiode. Ik wil weten, hoe zijn ze naar hier gekomen? Wat voor werk deden ze? Wat was hun financiële situatie? Zijn ze in opstand geweest? Hebben ze ruzie gezocht? Er zijn verschillende vragen die opdoemen. En ik wil proberen antwoorden op die vragen te zoeken, te vinden. En het doel van mijn scriptie is natuurlijk, of mijn presentatie, het beantwoorden van deze vragen. De Brits-Indische Hindoestaanse vrouwen zichtbaar te maken in de Suriname en meer inzicht te verkrijgen in de rol en positie van deze vrouwen. Tanya Sitaram, student van de masteropleiding Geschiedenis. Ze is vandaag afgestudeerd aan de IGSR en kreeg de titel Master of Arts.